Ik doe even mijn bril op, hè. Ik moet alles even super goed zien. Oeh. Hey, Erwin hier van Bright. 2019 wordt het jaar van de opvouwbare smartphone. En de eerste die gaat verschijnen is de Galaxy Fold van Samsung. Hij kost €2020 en je kan hem vooruit bestellen vanaf 26 april. De levering is vanaf 3 mei. En afgelopen vrijdag kon ik er voor het eerst even eentje vasthouden voor een eerste indruk. Het moment gaat aanbreken. Ik zal hem eerst anders even ontgrendelen. Zo, ja. Zo. De homepage, het homescherm. Ja, Google Maps. Binnenstad Utrecht. De plek van de nieuwe Samsung Experience Store. Hey, maar je hebt op het voorscherm heb je een app open. Je klapt hem open en dan kun je daar gewoon verder gaan. Ben jij er klaar voor? Gaan we. Ik moet natuurlijk ergens op drukken. Nee. Hallo. Ik glij even zo over het scherm heen, om die er zit zat RAM-geheugen in, dus je kan van alles doen. Het gaat allemaal boterzacht, gaat dit. Maar grappig, je voelt een beetje die, je voelt de naad zeg maar een klein beetje hieronder, onder het scherm. Niet weird of zo hoor. Samsung zet de Fold in de markt als een luxe product. En zo voelt hij ook. En dat is best knap, want een toestel dat open en dicht klapt is niet per definitie premium. Het gewicht, het scharniersysteem, de materialen. De Fold scoort goed op deze punten. Ik voel een kleine beweging tussen de twee delen en het scharniersysteem. Dat wil je niet voor €2000. Ik moet er wel bij zeggen dat ik een pre-productiemodel in handen had. Dus dat kan nog veranderen. Het was even zoeken naar hoe je de Fold het beste opent. Er is geen knopje. In de korte tijd die ik met het toestel had, ontdekte ik dat je duim ertussen mij het beste beviel. Een beetje zoals vroeger bij de klaptelefoons, maar hier heb je wel twee handen nodig. Dat kan nog iets beter, vermoed ik. Sluiten daarentegen is gewoon dichtklappen. Het scherm voorop is klein, maar als hij zo groot zou zijn als het toestel, dan krijg je een hele vreemde verhouding. Heel lang en smal. Dan het binnenscherm. Dat is gemaakt van een polymeer. Polyamide. Je voelt het scharnier in het midden onder het scherm. Zo dun is die folie. Dat zal bij andere opvouwbare smartphones net zo zijn, verwacht ik. Je vinger glijdt er overigens net zo makkelijk overheen als bij glas. Jammer is de uitsparing voor de camera aan de binnenkant. Maar sowieso is die hele camera-situatie op de Galaxy Fold wat ingewikkeld. Er zit op drie plekken een camera. Voorop, achterop en binnenin. Dat is een gevolg door hoe dit toestel vouwt. De enige concurrent voor de Galaxy Fold die op dit moment al is aangekondigd officieel, is de Mate X van Huawei. En die vouwt heel anders open. Ik laat het even zo zien, zeg maar op zijn Casey Neistat. Dit is de Fold. Die heeft een kleine selfie-camera hier. De bekende Samsung-camera's aan de achterkant. Hè, met ook de ultra-wide erbij. En als je hem openvouwt, dat gaat dus bij de Fold zo. Dan zit hier ook, nog weer een extra, een dubbele selfie-camera. Dan de Mate X van Huawei. Die vouw je eigenlijk zo. Zo is het toestel. Met aan de achterkant de camera's, maar die vouw je zo open. Zo, nou, er zijn drie voordelen eigenlijk. 1. Je hebt geen uitsparing op je grote, je tablet display, zeg maar. He, zoals dus bij de Galaxy Fold wel. Dat heb je bij de Mate X niet. Daarnaast heb je dus maar op één plek camera's. Je kan alle kosten ook voor camera's, voor goede camera's, die hoef je maar op één plek te besteden. Nog een voordeel is dat je hebt eigenlijk een soort greep aan de onderkant. Zo, hier. Nu heb ik de Mate X van Huawei nog niet zelf in handen gehad. Maar het ontwerp oogt doordachter, slimmer. Ja, op één ding na. Er is één groot potentieel nadeel.
Bij de Mate X zit het kwetsbare, opvouwbare scherm, display, hè, wat opvouwbaar kan zijn, en dus zo dun is en van plastic en niet van glas, zit helemaal aan de buitenkant van het toestel. Dus je kan wel nagaan, en je doet hem in die, en je doet hem daar, en je legt hem neer. En ja, hoe gaat dat beschadigen? Hoe houdt dat zich goed? Bij de Galaxy Fold zit het kwetsbare display, dat dunne folietje, zit beschermd aan de binnenkant. En dat kan na langdurig gebruik misschien toch wel eens een slimmere keuze blijken te zijn achteraf. Nu hoor ik je denken, ja, maar dan duurt er toch een case omheen? Ik vraag me ernstig af hoe dat bij die Mate X zou moeten werken. Want ja, je display zit aan de buitenkant. In zijn presentatie liet Huawei bij de presentatie van deze Mate X wel een case zien. Maar ik heb die video nou al 100 keer bekeken. Ik snap eigenlijk nog steeds niet hoe die werkt. Of beter gezegd, er zit wel een soort van case omheen. Maar volgens mij is die helemaal niet praktisch. Want dan zit die ook over dit deel, de achterkant van je display. Ja, wat is de point dan? Bij de Galaxy Fold gaat dat allemaal natuurlijk een stuk makkelijker. Want het kwetsbare zit binnenin. Je klapt hem dicht. De achterkant is sowieso, dus bijna een soort spiegel. Gaat prima een case omheen. Aan de voorkant, je hebt een relatief klein scherm. Er zit een uitsparing voor in de case. Dat werkt wel. Is de Galaxy Fold, zeg maar, de eerste opvouwbare smartphone op de markt? Is dat nou de toekomst van smartphones? Nou, het is nog wat vroeg in de wedstrijd, moet ik zeggen. Ik zou hem eerst wel wat langduriger willen testen. En kijken hoe dat nou bij echt gebruik, dagelijks gebruik, hoe dat nou echt bevalt. Ik zou ook eerlijk gezegd eerst nog wat beter de concurrentie willen bestuderen en gebruiken en testen. Dan heb je ook meer vergelijkingsmateriaal. Wat wel vaststaat van mij is dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen. Omdat je de Fold kan openvouwen heb je altijd een groot scherm bij je en toch in een heel handzame formfactor. Dat is de terreinwinst. Tot slot kan ik zeggen dat die Fold best wel chic aanvoelt. Ik zie de executives al voor me die er de sier mee maken. Voor de rest voor ons zou ik zeggen, dit is een allereerste model en er gaan nog heel veel modellen volgen. Ja, ik ben erg benieuwd naar je eerste reacties op deze eerste indruk van de Galaxy Fold. Doe de like, de sub en vergeet die bel niet. En dan zie ik je snel weer. Bye!